Hallo, mijn naam is Jay, 18 jaar en afkomstig uit het West-Vlaamse Roeselare. Ik ben hier misschien wel de jongste, maar zeker niet de minste. Na 6 jaar de richting tuinbouw te hebben gevolgd, zit ik nu in mijn laatste specialisatiejaar tuinaanleg en onderhoud. Ik merk dat de kloof qua acceptatie van holibies en transgenders op de werkvloer nog steeds veel te groot is. Laat ons hier samen eens aan veranderen. Acceptatie op het werk houdt het bedrijf sterk. Hey, mijn naam is Tim, 19 jaar en afkomstig uit het Kempelse Kesteren. Buiten mijn studie voor bedrijfsmanagement aan de Thomas More Hogeschool in Geel, ben ik vrijwillig animator bij de jeugddienst Kazoo. Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat er nog steeds te weinig aandacht wordt gegeven aan holibies in het lessenpakket binnen zowel het lager, secundair als hoger onderwijs. Het is altijd Jan en Mieke of Sophie en Nick, waarom nooit eens Pieter en Vic? Goedenavond iedereen. Mijn naam is Gerrit. Ik ben 38 jaar en afkomstig uit het Oost-Vlaamse Welle, gelegen nabij Aalst. Mijn grootste doel in het leven is anderen gelukkig zien. Net daarom ben ik nog niet zo lang geleden lifestyle coach geworden. Eind 2015 is de zelfaanvaarding van HIV een belangrijke en grote stap voor mezelf geweest. Vandaar dat ik mijn schouders wil en zal zetten onder het doorbreken van het stigma en het taboe rond seropositiviteit. Het is namelijk zo, hoe je er zelf mee omgaat, is beslissend hoe anderen erover denken. En samen wil ik op weg naar een positief verhaal. Dank u wel. Hey, mijn naam is Sophie, een 19-jarige student in de richting verzorging. En afkomstig uit de Limburgse Rutteren. Doordat mijn ouders mijn coming-out niet konden accepteren, was ik voor hen niet langer hun zoon en werd ik uit het gezin verbannen. Ik koos voor de liefde en kan nu pas echt mezelf zijn. Daarmee wil ik met mijn deelname een aanspreekpunt zijn voor de jongeren die ook werden verstoten. Want onthoud goed, when love is real, it's find a way.